Ik weet niet of ik het kan, Abigail. En waarom zou je het niet kunnen, Vlinder? Oh, ik zie het gewoon zo fout gaan. Wat is dit nou, Vlinder? Zo ken ik je helemaal niet. Ik heb gewoon het gevoel dat ik gewoon te zwak ben. Hoezo zou jij zwak zijn? Je bent sterker dan je zelf denkt. Ik wil gewoon niet dat er ook iets met jullie gebeurt. Okay, Vlinder, luister goed. Je moet jezelf niet zo naar beneden halen. Zo ken ik je echt helemaal niet. Ik kan dit gewoon niet. De geest heeft dit met je gedaan. Ik weet het zeker. Vlinder, trap er niet in. Kom op. Patrick, ben je wakker? Ja, ik kon niet eens slapen. Die bedden liggen veel te hard hier. Ja, dat doet er niet toe. We moeten hier uitkomen. En hoe wil je dat gaan doen? Misschien dat ik de deur open kan krijgen. Misschien wel een goed idee. Misschien kan je het wel proberen. Het lukt niet. En ik wel denken dat je hier goed in was. Normaal wel, maar ja. Ik denk dat dit andere deuren zijn. Ja, en wat wij nu gaan doen dan? Ik weet dat elke deur heeft een zwakte. Dus, de zwakte moet ik gewoon vinden. Ja, nu nog maar hopen dat je hem snel vindt. Wacht. Ik hoor een geluidje. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Ik kan gewoon de deur openmaken. Nou, mooi. Laten we hier dan snel weggaan. Wat ben je aan het doen? Hier uitkomen, wat dan? Is het wel zo slim? Wat nou als de geest erachter komt waar jullie mee bezig zijn? Dan heeft Vlinder problemen. Jo, daar helpen we haar toch gewoon doorheen. Maar heb je er ook over nagedacht waar jullie heen moeten? Jullie kunnen geen kant op. Goed punt. Daar heb ik inderdaad nog niet over nagedacht. We moeten dit echt uitzitten. Totdat Vlinder iedereen heeft gered. Dan pas kunnen we iets doen. Ja, wat is hij eigenlijk van plan? Hij wil zijn vriendin tot leven wekken. Tot leven wekken? Maar dat kan toch helemaal niet? Dat kan die dus blijkbaar wel. Nou ja, maar dan moeten we hem gewoon stoppen. Doen we ook, maar we moeten ons moment afwachten. Dus jij wil gewoon in die tussentijd gewoon helemaal niks doen? Het enigste wat we kunnen doen voor Vlinder is haar er doorheen helpen. En hoe willen we dat gaan doen als wij hier zitten en zij daar? Ik heb een hologram gemaakt van mezelf. Daar was ze tegen aan het praten. Klopt, maar ze mocht het niet vertellen. Anders dan lopen we heel erg veel risico dat ze geest erachter komt. Op zich wel een goed punt. Ga snel naar je cel, voordat de geest terugkomt. Oké. Ik merkte dat ik daar niet welkom was, dus ik was teruggegaan naar mezelf. Maar wat is er gebeurd? Het altijd welkom. Ja, nou ja, goed. Logan zegt dat we hier moeten blijven.
Straks komt Vlinder in problemen. En dan heeft ze, natuurlijk nog niet iedereen opgehaald. O ja, dat is waar. Niet over nagedacht. Vlinder, hij wil dat je aan jezelf twijfelt. Laat het niet gebeuren. Ik kan mijn gedachten niet uitzetten. Kan je wel, Vlinder. Gewoon niet luisteren naar wat hij je laat denken. Wacht, ik heb een idee. Maar ik weet niet of dit gaat werken. En wat wil je gaan doen? Nou, mijn gedachten letterlijk uitzetten. Ik weet het niet. Straks gaat het mis. Ik moet toch gewoon iets proberen? Ik krijg dit echt niet onder controle. Oké, Vlinder. Maar wees alsjeblieft gewoon voorzichtig. Komt goed. Vlinder, wat ben je aan het doen? Wacht even. Jij kan mij zien? Ja, ik kan je zien. Wie ben jij? Abigail, ik ben het. Logan. Logan? Ja, dat ben ik. Maar hoezo ben je niet als jezelf? Leg ik nog wel uit. Maar wat is Vlinder aan het doen? Vlinder is haar gedachten aan het uitzetten. Dus dat drankje heeft toch gewerkt. Wat is er precies gebeurd? De geest heeft ervoor gezorgd dat er een kloon van Vlinder is. En daarna heeft hij het drankje erop gegooid. Daarom is ze aan zichzelf gaan twijfelen. Ik heb een idee. Levenslust en Patrick zijn bij mij. Misschien kan ik Levenslust vragen of ze iets kan verzinnen tegen die kloon. Dat is een heel goed idee. Ik hou Vlinder in de gaten. Ik ben zo terug. Waar ben ik? Wacht even, wie ben jij? Mama? Mama, ik ben het Vlinder. Mama, alsjeblieft, ik heb je hulp nodig. Mama, alsjeblieft. Ik kan dit niet alleen. Wie is dit nou weer? Wacht even, dat is Marnik. Oh, wat ben ik blij om je te zien. Marnik, gaat alles wel goed met je? Wat is dit? Wat heb ik gedaan? Levenslust, kan je me horen? Ja, ik hoor je wel een beetje. Luister, er staat hier een kopie van Vlinder. Daar is iets mee gebeurd, maar het heeft invloed op de echte Vlinder. Is er mee gebeurd dan? Er is een drankje opgegooid. Ik denk dat de Vlinder doet twijfelen aan haarzelf. Wat kan ik doen om dat tegen te houden? Nou, jij kon iets met spreuken, toch? Ja. Kan je niet proberen om een spreuk op die nepvlinder te doen? Kan het proberen? Nou, probeer maar. Ik ga Abigail wel even vertellen wat we gaan doen. Abigail vrij? Ja. Gelukkig maar. Ja, alleen Vlinder zit nu in de problemen. Wat bedoel je in de problemen? Door dit drankje is Vlinder aan zichzelf aan het twijfelen en nu heeft ze haar gedachten uitgezet. Kom op, Vlinder. Word wakker. Levenslust gaat ervoor zorgen dat dat drankje niet meer gaat werken. Logan, ik denk dat we echt een probleem hebben. Wat is er dan? Ik krijg Vlinder niet wakker. Oh nee, ze zit dan toch niet vast? Ze kan toch niet vastzitten? Geen idee, maar het is best mogelijk. Dan moeten we haar eruit halen. Maar als we dat doen, dan is er ook een kans dat die persoon ook vast komt te zitten. Ja, maar we moeten gewoon iets doen.
Vlinder, als je me hoort, word alsjeblieft wakker. Wat is dit voor wereld? Wie zijn dat? Dat zijn mijn vrienden. Waarom kijkt iedereen me aan? Hallo? Ik ben het, Vlinder. Oh, kom op, alsjeblieft, zeg iets. Wacht even. Dit is niet echt. Dit moet niet echt zijn. Vlinder, word wakker. Wacht even, ik hoor Logan. Vlinder, kom op. Je bent in gevaar. Word wakker. Ik moet wakker worden. Maar hoe dan? Waarom lukt dit niet? Ik kan dit toch helemaal niet? Ik ben niet sterk genoeg. Hoe moet ik dit in vredesnaam gaan doen? Levenslust, wat is er aan de hand? Vlinder, ze zit in de problemen en nu moet ik haar gaan helpen. Maar ik weet niet hoe. Logan had mij verteld dat hier een neppe vlinder staat en dat ik er iets mee moet doen. Ja, en waar is Logan nu dan? Ja, die is naar Vlinder toe. Ze had iets gedaan volgens mij. Wat heeft ze nu weer gedaan? Ja, de geest heeft ervoor gezorgd dat ze aan haarzelf begon te twijfelen door een drankje te gooien op deze vlinder. Maar nu heeft Vlinder haar krachten gebruikt en nu zit ze vast. Pas alsjeblieft op, raakt haar niet aan. Komt goed, Levenslust, vertrouw me. Levenslust, heb je al iets gevonden? Nee, ik weet niks. Patrick, doe alsjeblieft voorzichtig. Wat gebeurt er dan als je haar aanraakt? Geen idee, maar Vlinder zit ergens in haar eigen wereld vast. We hebben geprobeerd om haar wakker te krijgen, maar dat lukt niet. Wat nou als ik daar ook heen ga? Patrick, dat is veel te gevaarlijk. Je kan vastzitten. Ja, maar we moeten toch iets proberen? Ja, ik denk dat we een risico moeten nemen. Ja, laat mij dan gaan. Komt niks van in. Niemand gaat. Ja, Logan, we moeten vrienden helpen toch? En als ik dat op deze manier kan doen, dan doe ik dat. Ik doe alles voor haar. Maar je kan vast komen te zitten, Patrick. En wie moet jou dan helpen? Nou, dat kan me niet schelen. Ik hou van haar. Ik denk dat Vlinder echt wel een manier heeft, mocht het zijn dat Patrick vast komt te zitten. Ik weet het niet. Ik wil ook niet dat er iets met jou gebeurt, Patrick. Omdat Vlinder juist zoveel van jou houdt. Vrienden en ik hebben een afspraak gemaakt. We zouden elkaar steunen door dik en dun. En dat wil ik ook blijven doen. Ik kan je toch niet tegenhouden. Patrick, doe alsjeblieft voorzichtig. Komt goed, Levenslust. Oké, daar gaan we dan. Als Patrick dit wel lukt, dan vind ik het wel heel erg knap van hem. Patrick is een slimme jongen, Logan. Het komt wel goed. Ik mag het echt open. Ik ga even weer naar Abigail. Is goed. Ik hou Patrick wel in de gaten. Ik wil hier uit. Maar hoe moet ik dat gaan doen? Ik kan geen kant op. Ik kan mijn krachten niet gebruiken, want die werken dus niet. Ik kan het gewoon niet. Ik ben gewoon niet sterk genoeg. Ik heb iedereen gewoon teleurgesteld. Vlinder. En nu begin ik ook gewoon gek te worden. Ja, dat klopt, op mij. Maar vrienden, ik ben hier echt. Draai je om. Patrick, je bent het echt. Tuurlijk ben ik het echt, lieverd. Het spijt me zo. Waarvoor? Ik heb alles verpest. Vlinder, luister eens goed. Dit is juist wat de geest je wil laten denken. Hij heeft een drankje op je gegooid. Wacht even. Daarom staat die neppe vlinder daar. Ja, dat klopt. Trap me niet in, Vlinder. Je doet het goed. Ondanks dat je een paar fouten hebt gemaakt, heb je jezelf weer weten op te pakken. Ik kom hier niet uit. En hoezo zou jij er niet uit kunnen komen? Nou, ik heb alles geprobeerd. Ik zit hier gewoon vast. Vlinder, je kunt dit. Je moet alleen in jezelf gaan geloven. Je bent zelf sterk genoeg om je hier te brengen.
Dan ben je ook dus sterk genoeg om je hier ook weer uit te brengen. Maar door wat ik heb gedaan zit ik dus hier nu ook vast. Kom op vrienden, je kan het. Ik geloof hier in je. Oké, ik ga mijn best doen. Oh Patrick, schiet op alsjeblieft. Duncan, heb geduld. Het komt echt wel goed. Sorry, ik wil gewoon uit deze rotkooi. Dat snap ik ook, maar het komt echt wel goed. Ik hoop gewoon dat het niet te veel wordt voor Vlinder. Vlinder is sterk, Logan. Vergeet het niet. Logan, wat is er? Ik heb gewoon een droom gehad dat Vlinder haar controle verloor. En dat het misging. Je bent bang dat hetzelfde gaat gebeuren als met Jean, of niet? Ja. Oké. Luister, Logan. Als ik Vlinder heel goed ken, weet ze precies wat het met je heeft gedaan. Dus, dat zal ze ook niet laten gebeuren. Ik wil haar iets vragen. Maar ik weet niet of het heel erg slim is. Wat wil je haar gaan vragen dan? Ze had me verteld dat ze les gaf op een school. Ja, dat klopt. En ze vond lesgeven heel leuk. Ik zou haar willen vragen of ze les wil geven op onze school. Ik denk juist dat ze dat ontzettend leuk zou vinden. Zou je denken? Ja, ik denk het wel. Kom op, Vlinder. Alsjeblieft. Kom terug. Oh, Vlinder, het is je gelukt. Gaat alles goed met je? Ja, alles gaat goed met me. Oh, gelukkig maar. Vlinder, het is je gelukt. Ja, ik ben oké. Gelukkig maar. Dan is het Patrick toch geluk om je eruit te halen. Het spijt me. Waarvoor? Je hebt niks fout gedaan. Jawel. Ik heb de geest gewoon dichtbij me laten komen. Dat gaat niet weer gebeuren. Iedereen maakt fouten, Vlinder. Deze fout gaat niet weer gebeuren. Het komt goed, Vlinder. Is alles goed met Patrick? Ik zal even gaan kijken of die ook terug is. Ik zou het ook fijn vinden. Wie moeten we allemaal nog redden dan? Volgens mij Sander, Jensy. En Leo? Is Leo ook meegegaan? Ja, volgens mij wel. Oh nee, dan moet ik die ook nog redden. Ik denk dat het eerst handig is om Sander op te halen. Ik heb denk ik wel een vermoeden waar hij zit. Waar dan? Credo. Bij de Space Desk. Maar ik ben er eerder geweest, maar ik heb hem daar niet gevonden. Misschien heeft de geest hem ergens anders verstopt. Zou kunnen. Vlinder is weer terug. Gelukkig maar. Is Patrick ook al terug? Ik heb hem nog niet gezien. Oh nee, zeg maar alsjeblieft niet dat hij daar vast zit. Nee, vast niet, Logan. Patrick! Is het gelukt? Is Vlinder weer terug? Ja, Patrick! Vlinder is terug! Gelukkig maar. We waren even bang, of eigenlijk was Logan bang, dat je er niet meer uitkwam. Tuurlijk wel, ik vertrouw Vlinder. Ga nu snel terug naar jullie cellen. Er komt iemand aan. Vlinder! Abigail! Wat doen jullie hier? Ik kom Abigail even brengen. Was het niet handiger geweest dat ze bij je bleef? Nee, juist toch niet. Want dan komt de geest er zeker weten achter en dan neemt hij Abigail alsnog mee, sowieso. Goed punt. Daar had ik nog niet over nagedacht. Ik denk dat je snel naar jezelf moet, Abigail. Weet je het zeker, Vlinder? Ja, ik weet het zeker. Dat komt goed, Abigail. Oké dan. Waar ga je nu heen? Ik denk Credo. Maar
Daar was je toch al geweest? Ja, maar ik denk dat Sander daar is. Oké, ga Sander maar ophalen. Wees wel voorzichtig, Vlinder. Komt goed, Logan. Ik moet gewoon niet aan mezelf twijfelen. Zo mag ik het horen. Zo, daar ben ik weer. En waar ben jij geweest? Ik was even bezig met wat dingen te regelen. En zoals gewoonlijk ga je niet vertellen wat. Heel goed, Logan. Het maakt echt niet uit wat je doet, geest. We gaan een manier verzinnen om je tegen te houden. Jullie kunnen doen wat jullie willen, maar het gaat jullie niet helpen. Yes, het is me gelukt. Ik ben in Greedale. Ik denk dat ik naar de spelersdesk moet gaan. Hey, Vender. Oh, hey, Logan. Ik ben echt blij dat alles goed met je gaat. Was je aan het twijfelen dan? Robin, wat is er? Ik heb een droom gehad. Over jou. Over mij? Ja. Doordat dit allemaal was gebeurd, was je de controle over jezelf verloren. En toen moest ik je stoppen. Je moest dezelfde keuze maken als met Jean, of niet? Ja. Logan, ik laat het niet gebeuren, beloofd. Ik ben gewoon bang dat de geest je op een bepaald punt kan krijgen. Laat het niet gebeuren, Logan. En dan alsnog. Ik heb jullie toch om nog een beetje terug te roepen. Weet je zeker dat hij hier is? Ja, ik weet het zeker. Want Sander werkt hier altijd. Hij hielp heel veel nieuwe spelers. Ik zie Sander staan. Ik zie gewoon dat Sander er veel plezier in heeft. Volgens mij is daar nog iemand bij die ik ken. Hé, hey, dat is Eddie. Wie is Eddie? Dat is ook een goede vriend van mij. Hoe ga je dit aanpakken? Weet ik nog niet. Het zou een beetje raar zijn als ik gelijk naar hem toe zou lopen. Hij weet ook niet wie jij bent natuurlijk. Dat wordt wel een probleem. Ik ga wel proberen. En zo werkt het allemaal. Jullie kunnen wel even weer op weg. Goedemiddag mevrouw, kan ik je ergens mee helpen? Oh, ik was gewoon een beetje rond aan het kijken wat alles was eigenlijk. Mijn naam is Sander. Mijn naam is Vlinder. Aangenaam kennis te maken.
Maar waar kom je vandaan? Je doet me eigenlijk denken aan iemand. Ik kom hier ergens vanuit de buurt. Heb jij misschien les gegeven bij OZ2 toevallig? Nee, ik geef geen les. Maar het lijkt me op zich wel leuk. Want volgens mij zoeken ze nog mensen om les te geven. Ik zal wel eens even kijken. Waar is het? Kun je vinden in downtown? Anders zou ik binnenkort even gaan kijken. Wat is dit voor plek eigenlijk? Nou, dit is hier de spelersdesk. Hier hebben wij nieuwe spelers. Helpen met wat? Nou, met het opstarten van de game natuurlijk. Ze kunnen hier gratis iedere dag eten halen en ze krijgen van ons wat informatie mee. Oh, dat is wel fijn om te weten. Sander, kan ik je misschien heel even spreken? Tuurlijk. Loop maar even mee. Ga maar even zitten. Dankjewel. Voel het raad ermee. Wat wil je eigenlijk zeggen? Oké, dit gaat een beetje raar klinken, maar ik ken jou. Hoe bedoel je? Ik ken jou. We hebben elkaar net ontmoet. Nee, een geest heeft jullie verspreid over de tijd. En jullie geheugen gewist. Daarom ken je mij dus niet meer. Ho, ho, ho. Wacht even, niet te snel. Dus je zegt dat dit niet mijn tijd is? Nee. Je bent een vriend van mij. Een hele goede vriend zelfs. Alleen, door de geest ben je je geheugen dus kwijt. Ik vind het maar raar dit allemaal. Snap ik. Maar het is echt zo. Blender, sorry, maar ik geloof het niet. Dat begrijp ik, Sander. Maar het is echt zo. Ik ben wel klaar met dit gesprek. Ik zal je er zo wel even uitlaten. Nee, alsjeblieft, Sander, luister naar me. Sorry, maar ik heb hier echt geen tijd voor. Ik verzoek je dit pand te verlaten. Alsjeblieft, Sander. Ik weet dat het allemaal gewoon een beetje raar is wat ik allemaal vertel, maar het is de waarheid. Ik wil er gewoon niks meer over horen. Eruit. Doe nou maar gewoon wat hij zegt, Flinder. Straks maak je hem verder boos. En dan zijn we nog verder van huis. Oké, dan. Ik wens je een fijne dag. Ja, en wat moet ik nu? Nee, je moet eerst ook de items hebben en dan pas kan je hem redden. Je hebt gelijk. Kom, we gaan naar Patrick's huis, dan kan je daar opwarmen. Het is niet eens koud. Vlinde, ik kan niet ziek worden. Jij wel. Dus alsjeblieft, doe me een lol en ga gewoon naar het huis van Patrick. Straks vat je nog kou. Oké, ik ga al. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, dit was hem dan weer. Vonden jullie de aflevering leuk? Vergeet dan zeker weten niet het like-knopje te liken. Kost dat? Zeker. Wat? Kost dat? Geld? Nee, niks. €5. €5! Op je wel, gauw! Nou, dat kostte €50 per de spelers, weet je nog? €50! Oh, ja, €50. Ja, Sander was duur. Ja, Sander was €50. Vergeet geen duimpje, vergeet geen reactie achter te laten. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei! 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 Ik heb niet eens een duimpje. Nee, inderdaad, we hebben stompjes. Hey, bye bye! Bye!